ja, 2000 moet ik er inderdaad nog vaak aan denken, omdat ik toen voor Exploding Cinema bij een conferentie heb getolkt. Maar ik was hoogzwanger. Mijn dochter is uiteindelijk geboren in februari 2000. Dus na eind januari liep ik met een hele dikke buik. En ik werd op het laatste moment gevraagd te tolken. Maar omdat ik in Amsterdam woon, ja, vond ik dat nogal bezwaarlijk. Maar ze zeiden, weet je wat, we regelen wel een taxi voor je. Je kan mee terugrijden met Theo van Gogh. Hij wist wel dat ik mee zou rijden, maar hij maakte geen aanstalten om daarom eerder weg te gaan of zo. En dat was ook niet zo... uiteindelijk zaten we dan samen in de taxi. Ik zo achterin en hij voorin. Maar het was ook niet zo dat hij een gesprek met me aanging of dat hij belangstelling had voor wat ik dan gedaan had. Totdat op een gegeven moment zei ik van, zou je even kunnen stoppen met roken? Want hij bleef maar doorroken. Ja, hij reageerde daar niet echt op, maar de chauffeur wel. En toen, ben je zwanger? En, had hij dat niet gezien? Nee, het was niet echt tot hem doorgedrongen, denk ik. Nou ja, toen hield hij er wel wat rekening mee. En toen kwamen we een beetje aan de praat en, over Japanse films en over de film Hanabi. Die hij dan ook wel gezien had, van Bito Takeshi. Uiteindelijk heb ik mijn dochter Hanabi genoemd. Okay. Ook het onderwerp waar we het over gehad hadden in de auto. Ik woon zelf in Amsterdam-Oost, Watergraafsmeer, dus ik kan me nog heel goed herinneren die dag dat hij vermoord werd. En op een of andere manier voel je toch wel close en verbonden met elkaar. Als je zo'n rit naar Amsterdam samen hebt meegemaakt, na afloop van een avond op het Rotterdam Filmfestival.